als elke cel van je lichaam zit DNA. DNA is een heel lange, draadvormige molecule van wel 2 meter lang. En die lange draad ziet er zo uit. Als een dubbele wenteltrap. In vakjargon, een dubbele helix. DNA is microscopisch dun en heel compact opgerold. Anders zou zo'n lange draad ook nooit in een cel passen. Het DNA in een cel bestaat trouwens niet uit 1 lange draad, nee. Het DNA is in een aantal stukken verdeeld. Bij mensen in 46 stukken. En die noemen we chromosomen. Die 46 chromosomen komen altijd in paren voor. 23 paar chromosomen. Een deel heb je overgeërfd van je moeder en het andere deel van je vader. Je lengte, huidskleur, ziekten, allergieën, kortom alles wat erfelijk is, is vastgelegd op die 23 paar chromosomen. Maar met het 23ste chromosomenpaar is iets bijzonders aan de hand. Dat 23ste paar bepaalt jouw biologisch geslacht. Vrouwen zoals ik hebben 2 dezelfde chromosomen. Dat noemen we 2X-chromosomen. Maar mannen hebben 1X-chromosoom en een kleiner Y-chromosoom, dat net wat anders van vorm is. Het DNA van alle dieren en planten is verdeeld in chromosomen. Maar niet elk levend wezen heeft er evenveel.